Dames, voor de wangen pakken wij een droog sponsje en de kleurverf die maken we even weer nat met de spray. Doe je verf aan het sponsje en dan probeer je hem even op je hand of die mooi vaag is, dat hij niet te dik erop komt, zodat hij mooi droog is. Hoeft niet te dik, want dan worden we clowns. Die hebben we vorig jaar gehad. Je moet 175 lopen schminken. Ja. Dat doe je niet alleen. Nee, daar hebben wij een grote groep dames en dit zijn de jongste meisjes die het graag willen leren. En we bedenken een smink voor het voorbij het pak. En dan gaan we de onderdelen oefenen. Ja. En dan moet je hem op de wang doen. Wij zijn om 6:45 aanwezig. Nee, nou wordt die mooi! En dan beginnen wij eerst bij onszelf. Van de mensen die moeten sminken, maar ook de optocht lopen. En dan vanaf 6:45, 7:30 komt de eerste groep die moet komen sminken. Ik neem aan dat je daar een schema voor maakt en niet zeg je kunt tussen 7 en 10 komen, want dan komt iedereen om 5:10. Ja, nee. De naaidames die maken een schema, want die hebben de namen van alle mensen die mee willen lopen. En die maken een schema en dan ongeveer elke 10 minuten ongeveer 12 personen. En ga je ze dan voor de optocht nog checken of dat van 7:00 ochtends er om 12:30 nog goed op zit? Ik stap bijna altijd wel de lippenstift even in de zak met een kwastje. En dan, dat is eigenlijk het enigste wat eigenlijk door eten of drinken wat minder is. En dat werk je wel bij voordat de optocht begint.